Het is druk in deze dierentuin in Japan en dat komt allemaal door deze reuzenpanda, Xiang Xiang. De panda is hier 6 jaar geleden geboren, maar moet nu verhuizen naar China. Zo'n 60.000 mensen willen afscheid komen nemen van de populaire panda. Maar pech voor de meesten, want op het afscheidsfeestje is maar plaats voor 2.600 mensen. Alle reuzenpanda's komen uit China. Dat is het enige land waar de dieren in het wild leven. China leent soms panda's uit aan dierentuinen in andere landen, maar die mogen ze niet zomaar houden. Ze moeten de dieren goed verzorgen. Ervoor zorgen dat de panda's baby's krijgen, zodat er weer meer panda's komen. En na 15 jaar moeten de panda's terug naar China. De baby's die er geboren worden, zoals Xiang Xiang, vertrekken al vroeger, meestal na 4 jaar. In dierenpark Peridaisa in ons land hebben we zelf ook 5 reuzenpanda's. Mama en papa Hao Hao en Xinghui, hun eerste baby Tian Bao, en dan nog een tweeling Bao Di en Bao Mei. Tian Bao had eigenlijk al in China moeten wonen, maar hij mag uitzonderlijk langer in ons land blijven. Maar hoe lang dat is, dat weten we niet. Hey, merci om te kijken. Maar ga je nu al weg? Ik heb hier nog veel meer video's voor jou. Of abonneer je op ons kanaal, dan mis je geen enkele video van Karrewiet.